Goedemorgen. Het is vandaag maandag, tweede Pinksterdag en ook de tweede opdracht van de foto zevendaagse. En voordat ik jullie meeneem naar de opdracht, die doen we daar straks eventjes, ga ik jullie eerst even vertellen over deze locatie. Ik woon in Zeeland, Kortgene, dat ligt ongeveer daar. En dit is de Zeelandbrug en volgende week, zaterdag 11 juni, sta ik hier zo met een groepje cursisten voor de workshop Lange Sluitertijden. Dit is één van de locaties. Ik weet niet precies of er nog plaatsen zijn. Als er plaatsen zijn, staat dat op de website. In de mail staat even een linkje. Als je mee wilt doen, dan kan je inschrijven. En in het najaar komt deze workshop ook weer. Ik ga straks de brug over, want ik ga straks naar het Dutch Pinball Museum. Dat had ik beloofd. Ik ga vandaag flipperen daar zo. Dus als je komt, gezellig. Maar ik wil je nog even wat anders vertellen voordat ik naar de opdracht ga. Ik verzorg hier in de regio de basiscursus. Dat doe ik in Goes, dat is daar, en in Middelburg, daar. Maar er wordt best wel eens gevraagd van, kan je ook ergens anders een basiscursus geven? Nou, dat kan hier in de regio natuurlijk, maar ik moet ook iedere keer daar naartoe reizen. Dus ik heb daarover nagedacht en ik ben tot een oplossing gekomen. Want na de zomer zijn er zowel in Weesp als in Uitgeest cursussen, basiscursus fotografie. Die worden verzorgd door Hans en Arnoud. En dat zijn mensen die ik opgeleid heb om speciaal voor Heel Holland Fotografeert een geweldige basiscursus te doen. Met alle kwaliteit die je van Heel Holland Fotografeert gewend bent. Dus woon je in de buurt van Weesp of Uitgeest en wil je een basiscursus fotografie doen, op de website staat alle informatie. Goed, hobbelen we nu naar die kant en gaan we eens eventjes bespreken wat voor opdracht er vandaag in de planning zit. Ik sta nu onder de brug. Als het regent sta je lekker droog. Maar er zijn best wel wat mensen, fotografen, die hier naartoe komen vanwege dit uitzicht. Een prachtig uitzicht waarbij je mooi onder de brug doorkijkt. En als je dat goed doet, dan maak je deze foto precies in het midden. Dat is ook de opdracht van vandaag. De opdracht van de tweede dag van de foto zevendaagse is in het midden. Ik heb geen idee, want er rijden allemaal auto's over me heen. Ik hoop dat het goed te verstaan is. Dat betekent dus dat als je vandaag aan de slag gaat, dat je iets zoekt wat in het midden zit. Dus als je hier in de buurt woont, kan je deze foto maken. Ik weet niet of dat leuk is, want iedereen heeft het nu al gezien. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die in het midden kunnen. Je weet, als je het foto gaat plaatsen, gebruik je weer de hashtags F7D, foto zevendaagse, Heel Holland Fotografeert en vandaag de hashtag in het midden. Veel plezier en morgen de derde opdracht, die maak ik vandaag eventjes in het Dutch Pinball Museum. Tot morgen!